Planes are one of the wonders of modern technology. To keep their planes light, most aircraft manufacturers use composite materials for the hull. But these materials are susceptible to one grave danger: water ingress. Water can enter the composite material, and if it freezes, it can wreak havoc in the composite material structure. So airlines like Star Air hire thermography consultants to inspect their planes, such as this Boeing 767 cargo carrier that's just arriving for its yearly inspection. Wij proberen water ingress, dus water in composietdelen, proberen wij op te sporen. Nou, het doel daarvan is om mogelijke cracks te vinden die waarschijnlijk tot negatieve invloeden kunnen hebben. Nou, op dit moment hebben wij het rapport van ons, deze kist hebben wij geïnspecteerd in 2009. We zijn ons aan het voorbereiden op de cracks die er destijds plaatsgevonden hebben. We gaan kijken van, god, zijn deze cracks nou verbeterd of zijn ze nog steeds aanwezig. Verder zijn we ook bezig met de juiste parameters in te stellen van deze FLIR P640 camera. Met parameters bedoelen wij een aantal parameters die we gaan instellen om zo een goed mogelijke temperatuurschaal weer te geven. Onder andere stellen wij in de afstand tot het object, de emissiewaarde en de relatieve vochtigheid. Ook is van belang de gereflecteerde temperatuur uiteraard. Each part of the plane is inspected thoroughly. Not one composite material component is skipped. And all this has to be done within 1 hour. For after that time, the water ingress is difficult to detect using thermal imaging technology. This is due to the thermal properties of water. Water changes temperature slowly compared to the composite material. In this case, the inspection is performed at night, so the plane goes from a temperature of approximately 50 degrees Celsius below zero, the outside temperature at high altitudes, to a temperature of approximately 10 degrees Celsius, the outside temperature at ground level. The composite material almost immediately assumes the new temperature, but the water changes temperature much more slowly. So the locations where water has entered the composite material show up clearly on the thermal images taken with the FLIR P640 thermal imaging camera. After 1 hour, the water has likely assumed almost the same temperature as the composite material, which makes water ingress much harder to detect using thermal imaging technology. Nou, we zijn weer terug in de hangar bij Star Air. De inspectie is goed verlopen. Dat wil zeggen, we hebben de composietdelen binnen 1 uur, zoals Boeing dat voorschrijft, hebben we die in beeld gebracht. Er zijn een aantal spots gevonden die we vast hebben gelegd. Nou, met deze infraroodcamera kun je die heel goed analyseren. Uiteraard is dit display direct afleesbaar tijdens de inspectie. Maar om natuurlijk een heel goed beeld te vormen, ga je dit softwarematig beoordelen. Je kunt daar spotjes in brengen, area's in brengen, etc. Het maakt eigenlijk de inspectie compleet. Nou ja, zoals je kunt zien zijn er een aantal spots gevonden die we dus gaan uitwerken in een perfecte rapportage die wij uiteraard direct na dit soort inspecties naar klant toesturen. To perform these inspections, Ralph Grispin uses the FLIR P640 thermal imaging camera. It combines some interesting special features with outstanding thermal sensitivity and a high pixels resolution. Grispin explains why this camera is the ideal tool for this kind of inspection. Nou, waarom gebruiken wij deze 640 camera? Deze camera heeft een pixelwaarde van 640 keer 480. Nou, dit is ontzettend belangrijk om in een hoog resolutie segment te meten, omdat je dan hele kleine temperatuurverschillen ziet aankomen. En daarom hebben wij gekozen voor deze FLIR camera van het type P640. Nou, het verdere voordeel van deze camera vinden wij, en dat hebben jullie ook gezien tijdens de opnames, is dat je met dit beeld, je kunt alle hoeken en standen kun je bekijken. Het is niet alleen het scherm dat je kunt gebruiken, maar het is ook de viewfinder die je zelf kunt bedienen. Bijvoorbeeld opnames onder een motor maakt, dan kun je heel fijn op jouw rug met het schermpje draaien. Nou, waarom hebben we gekozen voor het merk FLIR? FLIR is de marktleider in infraroodcamera's. En wij hebben hele goede ervaringen met deze company. En uiteraard ook de aftersales vinden wij heel erg belangrijk, een stukje onderhoud. En we hebben daar een hele geschikte partner aan.
Ralph Crispin and his FLIR P640 thermal imaging camera help Star Air to deliver the personnel and cargo safely to their destination. But he doesn't just inspect cargo planes. He's also performed these thermographic surveys on numerous passenger aeroplanes as well. Overal waar composiet aanwezig is, kun je dit soort inspecties uitvoeren. En denk dan, in dit geval hebben wij een Boeing 767 gedaan. Maar we hebben ook ervaring met een 737-800 serie, een 737-400 serie, etc. Het maakt niet uit of het nou een passagierstoestel is of vrachttoestel. Maakt niet uit. Airlines such as Star Air can use these findings to know in advance which composite parts require further investigation and probably replacement. This saves time and money and helps guarantee the safety and continuity of the flights. Ja, dit is een stukje preventief onderhoud natuurlijk. En om een stukje veiligheid voor jouw passagiers te garanderen, is deze aanvullende inspectiemethode natuurlijk hartstikke interessant voor elke maatschappij, waar dan op de wereld ook. Even though most crew members and airplane passengers don't even realize it, these inspections help ensure that their plane remains intact. Unwittingly, they're kept safe by the work of these skilled thermographers and their thermal imaging cameras from FLIR systems.